Het partijbestuur van GroenLinks heeft een referendum uitgeschreven onder de leden van GroenLinks met de vraag of het wenselijk is dat de PvdA en GroenLinks na de Eerste Kamerverkiezingen een gezamenlijke fractie gaan vormen in de Eerste Kamer. En van 2 tot en met 10 juni kunnen alle leden van GroenLinks daarover stemmen. Volgend jaar zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en daarna voor de Eerste Kamer. En die verkiezingen gaan we voorbereiden. We gaan een lijst samenstellen voor de Eerste Kamer. En we willen graag weten of de leden willen dat we deze stap gaan zetten in de samenwerking. Dat moeten we voorbereiden. En daarom is het belangrijk dat we nu ook voor de zomer weten waar we aan toe zijn. We doen dat nu via een politiek referendum, heet dat. Een referendum waar alle leden de kans krijgen om gedurende een periode van zo'n dag of 9 zich uit te spreken over die vraag. En dat is anders dan een congres. We hopen dat we op deze manier zoveel mogelijk leden bereiken en de kans geven om hun mening te geven over deze vraag. In principe is het aan de Eerste Kamerleden zelf om te bepalen hoe ze zich willen organiseren, hè, en of ze één fractie willen vormen. Maar in een ledenpartij als GroenLinks, en dat geldt ook voor de PvdA, zouden de Eerste Kamerleden en zou de Eerste Kamerfractie dat nooit doen zonder instemming van de leden. Dit referendum gaat niet over een gezamenlijke lijst voor de Eerste Kamer van de PvdA en GroenLinks. We hebben straks, als we dit gaan doen, gewoon een lijst met Eerste Kamerleden, kandidaat Eerste Kamerleden voor GroenLinks. En de PvdA heeft een lijst met kandidaat-Kamerleden voor de Eerste Kamer. De statenleden van GroenLinks en de PvdA, die kiezen uiteindelijk voor de Eerste Kamer. En vervolgens, als we dit zouden willen doen, gaan die twee groepen samen één fractie vormen. Dus de groep Eerste Kamerleden van GroenLinks en de groep Eerste Kamerleden van de PvdA gaan samen één fractie vormen. Ja, er wordt heel veel gesproken over een partijfusie. En dat is niet onbegrijpelijk, want dit is natuurlijk een verdergaande stap in de samenwerking tussen twee politieke partijen, maar het is echt nog lang geen partijfusie. We spreken nu over een samenwerking tussen twee fracties van twee politieke partijen, een gezamenlijke fractie van PvdA en GroenLinks. En partijfusie is echt nog heel veel stappen verder en daar zijn we nog niet en dat is nu ook nog niet aan de orde. Wel is het zo dat dit natuurlijk een stapje verder is in de richting van een verdergaande samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks. We praten al heel lang over samenwerking binnen GroenLinks. Samenwerking met de PvdA, ook al met andere links-progressieve partijen. En eigenlijk is iedereen voor samenwerking. Maar we zijn ook al wel heel wat lang aan het nadenken, hoe kunnen we dat nou vormgeven en hoe ver wil je daarin gaan? En wij vinden deze stap mogelijk interessant om een keer echt uit te gaan proberen wat gebeurt er nu als we echt gezamenlijk één fractie gaan vormen in de Eerste Kamer. Ook om daarna verder te praten met elkaar, wil je mogelijk een stap verder zetten? Of wil je dat niet? Hè? En blijft de samenwerking zoals die nu is? Of blijft dat bij alleen een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer? Maar het kan zijn dat we ook het gesprek aangaan. Willen we verdergaande samenwerking ook bij de Tweede Kamerverkiezingen? Maar dat ligt nu nog echt open. Ja, in de vervolgstappen die we zouden willen zetten in die samenwerking, zullen we altijd de leden raadplegen. We zijn een vereniging. Het congres is ons hoogste orgaan. Er komen ook de komende tijd natuurlijk ook weer congressen aan waar dit onderwerp op de agenda zal staan. Dus als we als vereniging zeggen, we zouden misschien nog een volgende stap willen zetten, gaan we daarover in gesprek en leggen we dat weer voor aan de leden. Als de meerderheid van de leden zich uitspreekt voor deze stap, dan betekent dat iets voor de kandidatenprocedure voor de Eerste Kamerlijst. Dan zullen we mensen die willen solliciteren voor die Eerste Kamerlijst ook vragen of ze het ook zien zitten om samen met de PvdA één fractie te vormen. Dat hangt natuurlijk ook weer af wat het congres van de PvdA daarover gaat zeggen en of de leden van de PvdA zich daar ook achter zullen scharen. Maar dat is één belangrijke stap. Iets anders is dat we hebben gezegd, als we dit gaan doen, dan is het ook belangrijk om gezamenlijke inhoudelijke inzet te formuleren voor die Eerste Kamer. Dus dat is iets waar we aan gaan werken. En we hebben gezegd, in de campagne betekent dat ook dat we met elkaar moeten gaan samenwerken en dat moeten afstemmen. Als de leden tegen dit voorstel stemmen of niet in meerderheid hiervoor stemmen, dan blijven we nog steeds samenwerken met de PvdA, met andere politieke partijen, maar dan gaan we niet deze stap zetten in de Eerste Kamer. Bij de PvdA is er een congres op 11 juni, daar liggen verschillende moties voor. Dus sowieso moeten we na 11 juni gaan kijken, wat hebben de leden van de PvdA gezegd, wat is de uitkomst van het referendum geweest van GroenLinks. En moeten we kijken waar we dan staan en of er steun is vanuit beide partijen om een gezamenlijke fractie te vormen. En natuurlijk
ja, in een samenwerking. Dat doe je samen, dus je moet ook kijken, is er steun voor bij de andere partij. Op dit moment hebben we al een hele belangrijke positie in de Eerste Kamer als GroenLinks en de PvdA. Want dit kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. En zowel GroenLinks als de PvdA kan het kabinet Rutte aan een meerderheid helpen. En wij denken dat we onze positie nog verder kunnen verstevigen na de volgende verkiezingen. En dat we nog sterker staan als we ook in één fractie echt samen overleggen en vanaf het begin af aan samen strategie bepalen, ook richting het kabinet. En dat we nog meer vuist kunnen maken tegen dit kabinet en meer linkse en groene plannen voor elkaar kunnen krijgen. Ja, voor de Provinciale Statenverkiezingen verandert er eigenlijk niet zo heel erg veel ten opzichte van 4 jaar geleden. We hebben onze eigen lijsten, doen zelfstandig mee en we voeren zij aan zij campagne voor een linkser, progressiever en groener Nederland. Ik hoop dat ik jullie vragen zo goed mogelijk heb beantwoord. En tussen 2 en 10 juni kunnen jullie allemaal stemmen voor dit referendum. En ik hoop dat zoveel mogelijk leden dat gaan doen. Dankjewel.